Ik sta hier bij de schitterend mooie kerk van Sint Martinus in Horn. En ik wil u graag meenemen naar een nieuwe aflevering van Korenveld. En aan deze aflevering hebben de volgende vier koren deelgenomen. Canto Lirico uit Heel, Couleur Vocale uit Heidhuizen, Kazoo uit Heidhuizen-Roggel en Quartet Quarts uit Ittrevoort. Gaat u met me mee? Ik denk dat we gaan genieten van schitterend mooie klanken, voornamelijk in kerstsfeer. Ik neem u mee. Zich misschien af met wat voor rood dingetje ik nou in mijn handen zit. Een enkeling van u zal daar misschien de naam van kennen, maar dit is een zogenaamde kazoo.
een fluitje waar je niet op behoort te blazen alleen, maar je moet daar ook je stem bij gebruiken. En voor die stem zijn we vanavond eigenlijk ook hierheen gekomen. Hoe lang bestaat de groep al? Wie mag ik het woord geven? Afgelopen jaar 15 jaar. Ja. Proficiat, ja, mooi lustig. Dankjewel. Ja, is dat nog op een speciale manier gevierd? Nou, we hebben begin van het jaar hebben we altijd een nieuwjaarsbijeenkomst. En hebben een hele grote taart met 15 jaar kazoo, slagroomtaart. Lekker met alle dames gegeten. En verder geen speciale activiteit. Die komt komend jaar nog bij ons jaarlijks zomerfeest. Ja. Dus, ja. Je noemde het net al, dames. Pieter, je bent de enige man in dit kippenhok, als ik het even heel oneerbiedig zo mag zeggen. Dat mag. En dat bevalt al jaren heel erg goed? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Sinds 1998 ben ik heel dirigent, dus dat is bijna 14 jaar, geloof ik. Hè? Uh-huh. Ja, dus, ja. Dus, het hoort bij de vaste gewoonte van de week inmiddels. Ja, ja. Ja. Wekelijkse repetitie. Ja. Dat betekent ook dat jullie regelmatig ergens naartoe repeteren. Ja. Wat zijn de dingen die jullie op dit moment op het programma hebben staan? Op dit moment hebben we op het programma ons zesde top 2000 concert. De top 2000 swingparty. Dat we een aantal jaar geleden dat plan hebben opgevat om 30 nummers uit de top 2000 in de zaal in Heidhuizen. De mensen zingen mee. Er loopt een grote beamer loopt er mee. Meezingers. En ook niet meezingers die voor onszelf interessant zijn. Maar gewoon één groot feest is dat. Nou zijn we hier natuurlijk gekomen vanwege het kerstrepertoire. Dat jullie straks ten gehore brengen. Kun je iets vertellen over de nummers die jullie dadelijk laten horen? Ja, dus niet zozeer kerstrepertoire. Want we gaven net al aan dat we eigenlijk voor het Top 2000 concert aan het repeteren zijn. Dus kerstrepertoire zit er dit jaar niet in. We hebben wel drie nummers geselecteerd die goed in de sfeer passen. Dus een liedje dat heet ook Winter. Dus seizoensgebonden zou je zeggen. Plus één liedje komt uit de film Le Courist. Een heel gedragen liedje. Voix sur ton chemin in het Frans. Dat is overigens een prachtige film, een aanrader. En één liedje is van Sting, voormalige zanger van The Police. Die nu nog solo, al jaren solo gaat. En dat is Fields of Gold. Dat zijn dus eigenlijk drie gedragen liedjes. Die eigenlijk heel goed passen in de sfeer. Ook van een kerst of van een winter. Dus niet zozeer kerstliedjes, maar wel sfeerliedjes. Oh,
Wij mogen vandaag met Korenveld te gast zijn bij Kamerkoor Couleur Vocale uit Heidhuizen. In de informatie die ik heb gekregen lees ik dat Couleur Vocale is opgericht in jaar 92. Betekent dat jullie al een jaar of 17, 18, 19 aan de weg timmeren.
Betekent dat jullie ook al het nodige achter de rug hebben qua zangervaring? Ja, dan kun je de 3 cd's noemen die we gemaakt hebben. We hebben de loop der jaren 2 kerst-cd's uitgebracht en 1 gemixte cd met wereldelijk repertoire, maar dan zowel geestelijk repertoire en wereldelijk repertoire gemengd. En 2 kerst-cd's dus. En we hebben veel prachtige concerten gegeven. Traditioneel zijn onze kerstconcerten. Passieconcerten geven we bijna elk jaar. Want als je zegt kamerkoor, dan denk je al heel snel aan klassieke muziek, gerelateerd aan renaissance of zo. Maar jullie zingen een veel breder repertoire. Nou, we hebben zeker in het begin hebben we heel veel renaissance muziek gezongen. Gewoon omdat we dat ontzettend mooi vonden om te doen. En ja, dat ontdek je dan ook, die wereld eigenlijk. Dat het toch een heel andere wereld is dan de koormuziek die je normaliter hoort. En eigenlijk hebben we daar nog altijd wel een zwak voor. Dus eigenlijk zingen we dat ook nog altijd heel veel. Ik las dat jullie niet wekelijks bij elkaar komen. Nee, wij repeteren eenmaal in de 2 weken op de maandagavond. En in de tussentijd is het wel de bedoeling dat de leden van het koor met de partituren thuis aan de slag gaan. Zodat de grondverf thuis wordt aangebracht en we in de repetitie kunnen aflakken. Jullie leveren ook een bijdrage aan het korenveld van dit jaar. Dat is hartstikke fijn. Kunt u iets vertellen over het repertoire dat u ten gehoor gaat brengen? Ja, we gaan een stuk zingen dat uitgevoerd is door de Kingsingers. Dat is Born on a New Day. Dat is geschreven door een van de Kingsingers, Philip Lawson. Mm-hmm. Die inmiddels trouwens de Kingsingers heeft verlaten. Ja. Maar daar wel heel lang deel van uit heeft gemaakt. We besluiten met een stuk van mijzelf, Dormi Jesu. Daar is ook onze laatste kerstcd naar genoemd. Dat is een heel oude tekst die in Duitsland gevonden is en die inmiddels ook door veel componisten op muziek is gezet. En wij zingen dan de versie van mij dit keer. En ik wil de kijkers graag uitnodigen om dadelijk mee te gaan genieten van Couleur Vocaal. You are the new. You are.
We zijn in Ittervoort beland. En daar mogen we vanavond te gast zijn bij een repetitie van het kwartet Kwarts. Hoe lang bestaat het al? We zijn begonnen in 2003, eigenlijk door een hele bijzondere omstandigheid. Ik zit bij een zengroep in Nijmegen in die tijd. En die waren van plan om een cd op te nemen met Zen Sutra's. En de refreinen werden dan door een groter groepje gezongen, maar de teksten van de sutra's zelf moesten door twee kwartetten worden ingezongen. En de vraag aan mij was, van, kun jij ook niet voor één kwartet zorgen? En toen heb ik uit couleur vocal een paar stemmen bij elkaar gezocht, waarvan ik dacht, nou, de kleur van die stemmen past goed bij elkaar. Zodat je samen die sutra's mooi kunt zingen. Nou, zo is het gegaan. We hebben dat gedaan in Nijmegen. Die cd is toen opgenomen. En we zijn dus eigenlijk met een vliegende start begonnen, want onze eerste productie was meteen een cd. Maar u bent ook nog met z'n vieren lid van Couleur Vocal. Het repertoire wat we daar zingen is wel wat anders dan wat wij doen, maar dat vult elkaar prachtig aan, denk ik. Ook de manier van zingen vult elkaar prachtig aan. In een groter ensemble is dat wat anders dan met z'n vieren. Er wordt wekelijks gerepeteerd. Ja, toen we begonnen hebben we dat eigenlijk afgewisseld met Couleur Vocal. We hadden op maandagavond met Couleur Vocal om de week repetitie. En dan gingen wij gewoon op de andere maandag die ruimte opvullen. Maar tegenwoordig treden we zo vaak op, moeten we zoveel studeren, nieuw repertoire steeds, dat we toch naar een wekelijkse repetitie zijn gegaan. En dat is nog steeds de maandag tussen de repetities van Couleur Vocal, zoals vanavond. En in de andere week kan het wisselen, maar meestal de woensdag. Welke diversiteit kan ik me voorstellen bij dit repertoire? Of zit u toch in één bepaald genre? Nee, we zijn eigenlijk begonnen met veel renaissancewerk. En wel het kleinschalige renaissancewerk. Met name bijvoorbeeld John Dowland heeft heel veel prachtige muziek geschreven. En daar hebben we ook een 20-tal werken van op het repertoire staan. Maar gaandeweg hebben we dat meer uitgebreid. En ook moderne close harmony, zoals werken zoals van de King Singers. Alleen is dat vaak zesstemmig, dus ik doe ook af en toe wat arrangeerwerk om het van zes of vijf naar vier stemmen terug te brengen. Zodanig dat het niet te veel opvalt dat je wat mist. Nou, dan wil ik het met u heel graag hebben over de stukken die tijdens dit Korenveld-programma door Kwartet Kwarts zijn gekozen. We hebben gekozen voor drie stukken die eigenlijk het hele kerstverhaal een beetje zo overspannen. We beginnen met Gabriel's Message, een lied waarin de engel Gabriel beschreven wordt die Maria de boodschap brengt van je zult zwanger worden, tot en met het vierde couplet waar de geboorte heeft plaatsgevonden. Daarna verplaatsen we ons naar de herders met het lied Quem Pastores Laudavere van John Rutter. Een lied dat over de herders gaat die uitgenodigd worden door het engelengezang om bij de kribbe te komen. En we eindigen bij de Drie Koningen, een renaissance werk van Francisco Guerrero, getiteld Iband Magi, ook weer in Latijn, net zoals de tweede, waarin beschreven wordt dat de koningen een ster zagen en op weg gingen naar zoeken naar het kind. En dat wordt heel mooi beschreven hoe ze door het licht zochten. Requirunt lumen lumine. To me, behold.
Most highly favored baby, Lord.